Goedemiddag allemaal. Het is 2:00. Dat betekent dat we kunnen gaan starten met het webinar voor plannen en registreren van dagbesteding in Puren. Welkom allemaal. Mijn naam is Michelle. Ik ben product owner bij eCare en product owner van team planning, rooster en registratie. En daarmee ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met dat onderwerp. In dit geval de nieuwe manier van het plannen en registreren van dagbesteding, waar ik jullie vandaag iets over ga laten zien. Dagbesteding is een heel belangrijk onderdeel binnen de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. En om de planning, registratie en administratie daarvan te vereenvoudigen, hebben wij de manier om de dagbesteding te plannen en te registreren opnieuw ontwikkeld. De functionaliteit die ik jullie nu zo meteen ga laten zien, vervangt op termijn de huidige functionaliteit die bij inkomsten heet. Wellicht kennen een aantal van jullie die functionaliteit, wellicht ook niet als je geen gebruik maakt van Puur. Maar goed om te weten is dat deze functionaliteit de bijeenkomstenfunctionaliteit straks gaat vervangen. Zover is het nu echter nog niet, want de ontwikkeling is nog volop gaande. Wat ik jullie nu ga laten zien is een kleine vooruitblik van hoe jullie straks kunnen gaan plannen en registreren met de dagbesteding. Dan hebben jullie daar alvast een goed beeld van. In september is de allereerste klant gestart met het gebruik van een nieuwe manier van plannen en registreren. En deze komende periode gaan we gebruiken om daar de eerste gebruikerservaringen op te halen. De functionaliteit verder te verrijken en nog meer extra zaken toe te voegen. Om het hele stukje sluiten te kunnen krijgen voor het plannen. En uiteraard op de juiste manier het registreren van zowel de dagbesteding als vervoer en dat soort zaken. Omdat we nog niet helemaal klaar zijn, we nog volop in ontwikkeling zijn, limiteert het webinar van vandaag zich dan ook op het configureren van alle dagbestedinggroepen. Het toevoegen van dagbestedingafspraken voor deelnemers. En dan gaat het om zowel eenmalige als terugkerende afspraken. En daarnaast het zien van de dagbestedingplanning per dag, per team. En de mogelijkheid tot het registreren daarvan. Ik denk dat ik ongeveer 30 minuutjes nodig heb, misschien iets minder, om de functionaliteit te laten zien aan jullie. Ondertussen wil ik jullie graag uitnodigen om als er vragen zijn, ze te stellen in de Q&A-functie. Volgens mij zit hij, als het goed is, zit hij hier ergens onderin de balk voor jullie. Als er vragen zijn, stel ze daar gerust. En dan gaan we kijken of we in de laatste 10 minuten ongeveer de vragen kunnen beantwoorden die jullie hebben gesteld. Wellicht behandel ik ze ook al onder de webinar, maar als je iets te binnen schiet, dan stel ze alvast, zou ik vooral zeggen. Dan ga ik jullie nu laten zien hoe de dagbesteding, planning en registratie op de nieuwe manier werkt. De nieuwe manier, voor jullie misschien sowieso een nieuwe manier, maar voor ons ook een nieuwe manier. Een belangrijke reden voor het opnieuw ontwikkelen van de planning en registratie van dagbesteding is omdat we het gebruikersgemak willen vergroten. Dus als begeleider bij de dagbesteding plannen en registreer je jouw deelnemers natuurlijk zelf. En dat gaat op dit moment nog niet zo heel gemakkelijk met onze huidige functionaliteit. Dus een reden om de huidige functionaliteit opnieuw te ontwikkelen. En als dagbesteding begeleider weet je natuurlijk zelf het beste wie er komen en wie er zijn geweest. Dus dat is de reden dat we het opnieuw hebben ontwikkeld. En ook de reden dat de planning en registratie nu een plekje krijgt in de werkplek voor jullie als zorgverlener. Waar je op dit moment nog in de administratieve werkplek zit, is die overgeheveld naar de werkplek voor jullie zelf. Dus dicht bij het zorgdossier van de cliënten. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Want vanuit het zorgdossier kun je zo meteen heel gemakkelijk navigeren naar de plek waarin je en kunt plannen. Dus de deelnemers kunt plannen, de deelnemers de planning kunt wijzigen. Maar ook voor die dag de planning kunt, de presentie eigenlijk kunt registreren per deelnemer. Ik ga jullie de functionaliteit laten zien aan de hand van een casus. En in die casus ben ik de dagbestedingsbegeleider van dagbestedingsgroep De Bult. En gaan wij starten met het gebruik van de nieuwe functionaliteit. Wat ik ga doen is dat ik nu mijn scherm ga delen. Deze. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Mijn collega, die ziet het. Zien jullie mij ook nu weer in het klein? Nee. Ja. Ja, zal ik dat weghalen? Dat is niet zo handig, hè? Ik ga mezelf even in het klein neerzetten. Ik vind het altijd wel fijn dat nog iemand aan kan kijken als ik praat. Nee, nu kijk ik mezelf aan. Dus het heeft niet zoveel zin, maar kunnen jullie mij nog zien? Hier zien jullie het zorgdossier. In dit geval voor de gehandicaptenzorg, of een gedeelte van het zorgdossier.
Maar wat ik jullie wil illustreren is dat je vanuit het zorgdossier, dus straks vanuit jullie werkplek, de zorgdossiers van de deelnemers, kunt navigeren naar de plek om op de planning voor de dagbesteding vast te leggen. En als dit jullie teampagina is, dus dit is straks jullie teampagina waarop je onder andere alle cliëntrapportages ziet, zie je hier linksboven in de hoek een knop die heet Wie komt er? En op het moment dat je op die knop klikt, dan kom je terecht in de planningsmodule voor dagbesteding. Dus dat ga ik nu doen. Klik op Wie komt er? Dan zie je dat op dit moment de dagbestedingmodule wordt geladen. En dan land je altijd direct op de presentielijst. Dus in deze presentielijst zie je dat er vandaag, woensdag 4 november, nog geen deelnemers zijn ingepland. Maar dat klopt, want dat gaan we nog doen. En in de rechterbovenhoek zie je het geselecteerde team. In dit geval is het team dagbesteding GHZ. Ik heb natuurlijk net gezegd dat ik begeleider ben voor een dagbestedingsgroep De Beeld. Dus ik ga even switchen naar De Beeld. En dat doe ik hier. Sorry, dat ga ik alweer te snel, hè. Dus hier hebben jullie een soort van hamburgerminuutje. En op het moment dat je die uitklapt, kunnen jullie hier een team selecteren. Dus ik ga hier Team De Beeld selecteren. En op dat moment wordt de presentielijst van Team De Beeld geladen. Dat zie je hier aan de rechterkant. Dus hier zie je dat dit een dagbestedingsteam is. En het team heet De Beeld. En dan zie ik als eerste dus opnieuw mijn presentielijst. Maar dan heb ik ook nog een aantal andere items. Als ik het hamburgermenu weer open, zie je wat die items zijn. Dus hier zie je de Wie komt er pagina. Dat is eigenlijk de presentielijst. Dan zie je ook de deelnemeragenda. Dus dat is de agenda van iedere deelnemer. Dus de agenda waarin je de afspraken per deelnemer kunt plannen. En je ziet een instellingenpagina. En ik ga als eerste naar de instellingenpagina. Want ik wil graag de beschikbaarheid voor mijn dagbestedingsgroep De Beeld vastleggen. Ik wil graag aangeven op welke dagen ik geopend ben. En op het moment dat ik dat aangeef, gaat de planning straks heel makkelijk. En dat laat ik jullie zo meteen even zien. Maar waar ik mee begin, is niet bij de pagina openingsdagen, maar bij de pagina dagdelen en weekenddagen. Want daarin kan ik eerst aangeven op welke dagdelen mijn dagbestedingsgroep geopend is. Standaard zijn het de dagdelen ochtend en middag en niet in de avond en niet in het weekend. Mocht je dagbestedingsgroep wel in de avond of ook in het weekend open zijn, dan kun je deze heel gemakkelijk omzetten naar ja. En dan zul je ook zien dat je in de avond een planning, een openingstijd kan openen, kan maken. In mijn geval zeg ik eventjes, in de avond ben ik niet geopend, in het weekend ben ik ook niet geopend, maar alleen in de ochtend en middag. Dan ga ik terug naar de openingsdagen. En dan zie je daar voor de maandagochtend al een groene balk. Dus voor de maandagochtend heb ik hier al gezegd dat ik een dagbestedingsgroep heb die is gestart op 4/11/2020. Dus nu ga ik ook nog wat andere dagen openen. Wat ik dan zeg is, nou, ik ben niet alleen op de maandagochtend geopend, maar ook op de maandagmiddag. Dan klik ik hier op het plus. Kan ik een datum kiezen, dus per wanneer zou je dagdeel maandagmiddag willen openen voor dagbestedingsgroep De Beeld. Nou, dat gaat vanaf vandaag in voor het gemak. Klik ik op opslaan, wordt deze ook groen. Daarnaast heb ik nog de dinsdag en de woensdag de hele dag. Klik ik ook even op de plus. Voor beide onderdelen. Dus nu heb ik zowel de maandag, dinsdag als de woensdag een hele dag een opening. En op de donderdag ben ik alleen in de middag geopend. Dus zeg ik in de middag een plus. 4 november, ook correct. En op de vrijdag ben ik alleen in de ochtend geopend. Of is de groep alleen op de ochtend geopend. Zeg ik hier ook plus in de ochtend. Op de vrijdagochtend. Dus nu heb ik mijn openingsdagen geconfigureerd. En dat betekent dat ik alleen afspraken kan plannen voor deelnemers op de dagen waarop ik geopend ben. Dus ik kan geen afspraak plannen op bijvoorbeeld dinsdag 3 november, wat ik hier heb gezegd, de dinsdag, die is pas geopend vanaf 4 november. Ik kan straks ook geen planningsafspraak maken voor een deelnemer op donderdagochtend, omdat de planningsmodule herkent dat ik op donderdagochtend niet geopend ben. Als dat wel zo is, dus als je donderdagochtend wel geopend bent, klik je heel gemakkelijk op de plus en kun je vervolgens ook best sluiten op het moment dat het nodig is. Maar nu hou ik het eventjes bij de openingsdagen. En deze configuratie doe je in principe altijd als je start uiteraard, want dan weet je nog niet wanneer je geopend bent. Dus dan geef je aan wanneer je open bent. En daarna hoef je dit niet opnieuw te wijzigen, tenzij er een verandering van openingsdag of beschikbaarheid plaatsvindt. Dan maak je hier een wijziging in. Dus nu leg ik het eenmalig vast en gaan we ervan uit dat het voldoende is.
Wat ik nu ga doen, nu ik de openingsdagen heb vastgelegd, is dat ik ook de deelnemers kan gaan plannen. En dan ga ik één niveau omhoog. Dus dan zeg ik, hey, hier ga ik naar de deelnemeragenda, want ik wil per deelnemer afspraken plannen. Ik ga naar de deelnemeragenda en dan zie je dat ik hier Team de Build heb geselecteerd. En ik zie hier, als ik deze lijst open, zie ik alle teams van, of alle dagbestedingsteams van mijn organisatie. Maar nu zit ik in Team de Build, dus dat is voldoende. En hier zie ik alle cliënten die gekoppeld zijn aan Team de Build. Dus alle cliënten die gekoppeld zijn, waarbij eigenlijk dus betekent, deze cliënten, die ontvangen een dagbesteding vanuit dagbestedingsgroep de Build. En per deelnemer kun je afspraken vastleggen. Dus ik ga hier even inzoomen op een deelnemer. Ik ga bijvoorbeeld inzoomen op deelnemer Joris jaarovergang. En als ik Joris jaarovergang open de agenda, dan zie ik bovenaan zie ik de agenda van Joris. En in de agenda zie ik alle afspraken die Joris heeft bij een dagbestedingsgroep, ongeacht of dat nou de Build is of een andere groep. Ik zie de volledige agenda van Joris. En als ik iets naar beneden scroll, dan zie ik ook... Als ik iets naar beneden scroll, zie ik hier ook de arrangementgegevens van iedere cliënt. Dus hier zie je voor iedere cliënt de arrangementgegevens. En die helpen je om een juiste planning per deelnemer te maken. Dus als je hier bijvoorbeeld kijkt naar Joris jaarovergang, dan zien we dat Joris in dit geval heel veel financieringen heeft. Dat is natuurlijk niet heel realistisch, maar het is een testomgeving. Maar we houden het even bij de PGB. En als we kijken, dan zie je dat Joris een dagbestedingsproduct in zijn arrangement heeft van 5 dagdelen per week. Van 1 april 2019 tot 1 december 2020. En Joris heeft ook een vervoersproduct. Dus Joris mag 5 dagdelen per week naar een dagbestedingslocatie. En hij heeft ook een vervoersindicatie van 5 stuks per week. Dus hij mag ook vervoerd worden naar de dagbestedingsgroep. Mocht je straks iets plannen voor een deelnemer terwijl er geen geldige financiering is, dus stel dat er geen geldige indicatie voor een cliënt is, dan wordt er ook een signaal getoond. Dus op die manier voorkom je dat cliënten zonder de juiste indicatie gepland worden voor een bepaalde dagbesteding. Maar we staan ook wel altijd toe. Dus we blokkeren het niet, maar we geven wel altijd een signalering op het moment dat er iets aan de hand is met de financiering. Even kijken. Dan ga ik iets naar boven, want dan ga ik dagbestedingsafspraken plannen. Want op dit moment is de agenda van Joris nog helemaal leeg. En ik wil graag dat Joris de mogelijkheid heeft om naar dagbesteding te gaan. Wat ik ga doen, is dat ik een afspraak ga plannen voor Joris. Dus hier in de rechterbovenhoek zie je een plusje. Als ik daarop klik, dan kan ik een afspraak maken. In dit geval kan ik een aantal dingen selecteren. Dus ik kan kiezen voor welke dagbestedingsgroep wil ik een afspraak maken. En hier kun je in principe iedere dagbestedingsgroep kiezen waaraan Joris is gekoppeld. Dus ongeacht jouw eigen contract, dus stel dat ik alleen een contract heb met de Build, mag ik ook voor een ander team plannen als Joris een koppeling heeft met een ander team. Waar we er dan vanuit gaan dat je dat met elkaar afgestemd hebt. Dus je kunt met elkaar afstemmen wie er op welke dag naar een dagbestedingsgroep gaat. En om te vereenvoudigen dat iedereen een aparte planning hoeft te maken, kun je dat samen in afstemming doen. En is dat niet gelimiteerd tot alleen je eigen team. Dus ik zeg hier, Joris gaat naar dagbestedingsgroep de Build. En dan kan ik kiezen of ik een eenmalige of een terugkerende afspraak wil maken. En in dit geval laat ik het bij een eenmalige afspraak, omdat ik nog niet helemaal zeker weet of Joris het bevalt bijvoorbeeld bij je dagbestedingsgroep de Build. Dat willen we eerst bekijken. En dan ga ik een afspraak maken. Dan zeg ik, nou wanneer? Dan wil ik het voor vandaag. Dat is niet zo realistisch, maar ik hou het even bij vandaag. Dan wil ik een afspraak vandaag in de ochtend en in de middag. Dus ik selecteer beide dagdelen. Je hoeft niet één afspraak voor de ochtend en dan één voor de middag te doen. Je kunt tegelijk een afspraak voor de verschillende dagdelen maken. Zeg ik van wanneer? 4 november in de ochtend en de middag. En dan zie ik hier een knopje inclusief vervoer. En inclusief vervoer houdt in of de deelnemer begeleid wordt in het vervoer, ja of nee. Op dit moment staat hij op ja. En wat we doen is dat we gaan kijken of er een geldig vervoersproduct is voor je deelnemer. Voor Joris heb je natuurlijk gezien dat daar een geldig vervoersproduct was. Dus wat we dan doen is het vervoer alvast voor invullen. Dus we zeggen, ja, Joris gaat met vervoer. Kun je altijd bijzeggen als je dat wilt. Stel dat er geen geldig vervoersproduct is, dan zeggen we inclusief vervoer nee. Dus dan vullen we die alvast voor in. Kun je altijd zelf wijzigen, maar voor het gemak
Vul hem al wel vast voor jullie in. Tot slot kun je kiezen of je nog een toelichting wil invoeren. Dat ga ik hier voor Joris even niet doen. En als je alles gedaan hebt, alles ingevuld hebt, kun je klikken op opslaan. Als je de afspraak opslaat, dan zie je dat hier op woensdag 4 november voor Joris een afspraak wordt gepland bij de beeld. Inclusief vervoer, en het is een eenmalige afspraak. Dat zie je hier aan de term eenmalig. Dat zie je zometeen ook aan de kleur. Een eenmalige afspraak heeft een andere kleur dan een terugkerende afspraak. Maar dat laat ik jullie zometeen nog even zien. Nu ga ik ook even voor wat andere deelnemers afspraken plannen. Wat ik doe is dan dat ik hier rechtsboven op de knop klik om te wisselen tussen deelnemers. En als ik daarop klik, dan kom ik weer terug in mijn deelnemer switchscherm. En dan selecteer ik nu bijvoorbeeld Hashim Ansink. En voor Hashim Ansink ga ik ook een afspraak maken. En dan zeg ik, welke dag is in het groep de beeld? Vandaag in de ochtend bijvoorbeeld. Inclusief vervoer zet ik op nee. En ik maak er een toelichting bij en dan zeg ik, Hashim wil graag komen kijken. Dat je als dagbesteding begeleider weet, hey, waarom komt Hashim maar één keer? Ik kom maar één keer omdat hij een keer in de ochtend wil meekomen kijken en wellicht komt hij daarna vaker. Dus als ik op opslaan klik, wordt de afspraak opgeslagen. En dan zie je hier een eenmalige afspraak terug voor Hashim. Hetzelfde kan ik doen voor een ander team. Dus ik kan bijvoorbeeld hier op de plus klikken en dan zeg ik, kijk ik voor welke groep. En heb ik bijvoorbeeld met groep Frank Besteding afgestemd dat Hashim daar op vrijdag volgens mij, ja, op vrijdag opkomt. Dus als ik, in de datumselector zeg maar op vrijdag klik, zie ik dat hier een ochtend en een middag geopend is voor dagbestedingsgroep Frank Besteding. Dan zeg ik, nou, Hashim komt in de ochtend en de middag naar deze groep. Ik maak geen toelichting, maar klik gewoon op opslaan. En dan wordt er ook een afspraak gemaakt voor Hashim op groep Frankbesteding. Dus hier zie je in de agenda van deze deelnemer dat hij op woensdag aan de beeld gaat en op vrijdag naar team op dagbestedingsgroep Frankbesteding. En dan ga ik ook nog wat terugkerende afspraken plannen. Dan ga ik weer hier naar mijn deelnemer switch scherm en dan ga ik naar Alt-J. Dan klik ik op de agenda van Alt-J. En dan ga ik hier een nieuwe afspraak plannen. Dan ga ik even kijken naar beneden om te zien hey, welke arrangementgegevens heeft Alt-J. Dan zie ik bij de WMO geen geldige producten. Op rekening heeft ze wel een geldig product. Dus hier is een product testdagbesteding voor 3 dagdelen per week. Van 2 september tot en met 11 februari. En hetzelfde geldt voor vervoer. Dus ik mag Alt-J plannen voor een dagbestedingsgroep. 3 dagdelen per week. Dus dit geeft mij een indicatie als begeleider dat ik weet, hey, hoeveel zal ik morgen plannen? Dan ga ik vervolgens weer een afspraak toevoegen. En dan zeg ik, nee, ik wil vandaag geen eenmalige afspraak maken, maar ik wil een terugkerende afspraak maken. En dan zie je dat de dialoog er ook iets anders uitziet. Dus als ik een terugkerende afspraak ga maken, kan ik hier selecteren hoe vaak die afspraak terugkomt. Iedere week of meer, iedere 2, 3 of 4 weken. Op het gemak zeg ik hier iedere week. En dat start per woensdag 4 november. En dan wil ik dat ze in de ochtend, op de maandag, naar deze groep gaat. Dus stel dat ik hier zeg in de ochtend en in de middag. Hier is nu alleen voor de ochtend, maandag, dinsdag, woensdag en de vrijdag geopend. Maar als ik zeg in de ochtend en de middag tegelijk, dan wordt de vrijdag gesloten. Omdat de vrijdag natuurlijk alleen een opening had in de ochtend en niet meer in de middag. Dus hier kun je alleen maar plannen op de openingsdagen die jij hebt aangegeven, waarop jij hebt aangegeven geopend te zijn. In dit geval zeg ik in de ochtend op de maandagochtend, inclusief vervoer is prima. En dan sla ik hem op. Slaan. En dan geeft hij hier een foutmelding, of eigenlijk een melding is dit. En dan ziet hij dat de dagbestedingsgroep de beeld een einddatum heeft. Dus we hebben gezegd in de administratieve applicatie, de dagbestedingsgroep de beeld eindigt per 31.12.2020. Dus dat betekent ook dat deze afspraken alleen maar gepland worden tot die einddatum. Als ik hier op oké klik, dan zul je zien dat de afspraken worden gepland. En dan hebben we natuurlijk gezegd vanaf woensdag de 4e iedere maandag. Als ik nu eentje in een week opzij ga, zie ik hier een afspraak, een terugkerende afspraak, want je ziet het aan de term elke week.
voor dagbestedingsgroep De Beeld. En je ziet ook dat deze afspraak grijs is in plaats van een soort, een zalmkleurtje. En dat houdt in dat het een terugkerende afspraak is en geen eenmalige afspraak. Dan ga ik ook nog voor een andere deelnemer plannen. Peter de Jong. Kijken, die ga ik even opzoeken voor het gemak. Zeg ik hier, ik zoek een cliënt, cliënt Peter. En ga ik voor Peter een afspraak plannen. Een terugkerende wederom. Vanaf 4 november. In de middag. En dan doe ik die op de dinsdag en op de donderdagmiddag. Dus hier kan ik selecteren. Ik selecteer een afspraak voor dagbestedingsgroep De Beeld voor Peter. Vanaf 4 november in de middag. En dan zowel op dinsdag als op donderdag. Je kunt dezelfde afspraak 2 verschillende dagen in 1 keer maken. Dus je hoeft niet eerst de dinsdagmiddag te doen en dan opnieuw de donderdagmiddag. Dat kun je in 1 keer, doen. Je moet er wel elke keer opzij schuiven. Zodat je er bovenaan is makkelijk. Inclusief vervoer nee of ja. Dan zeg ik voor nu nee. Klik ik op opslaan. Dan krijg ik opnieuw dezelfde melding van de dagbestedingsgroep De Beeld. Die heb ik jullie net laten zien. Klik ik op oké. Dan ga ik 1 week opzij. En zie ik hier dat er 2 afspraken zijn gemaakt voor de middag. Ja. Dus dat met betrekking tot de terugkerende afspraken. En ik denk dat ik nog 1 afspraak ga maken, want dan ga ik even weer terug naar Misha. Zet ik Misha op. Volgens mij heeft Misha geen geldige financiering. Ga even kijken. Nee, hier zien we geen arrangementgegevens van Misha. Dus dat betekent dat Misha überhaupt geen indicatie of geen financiering heeft. Dan ga ik hier wel even een afspraak maken om jullie te laten zien wat je dan zou zien. Dan zeg ik van nu, ik ga even een eenmalige afspraak maken vandaag, in de ochtend en de middag. En dan zeg ik, kijken of Misha een geldige financiering heeft. Even voor het gemak. Opslaan. Dan ga ik iets naar beneden en dan zie je direct in de agenda dat hier een signalering staat. Dus hier zie je een euroteken met een kruisje. Het is niet zo heel goed zichtbaar op dit moment. Maar het is een euroteken met een kruisje. En als ik er overheen hoef met mijn muis, dan zie je ook wat het betekent. Dus hier zie je dat deze cliënt geen geldige financiering heeft. Eigenlijk zou je dit eerst moeten oplossen voordat de cliënt natuurlijk überhaupt kan komen. Maar wat ik al zei, we blokkeren niet dat jij een afspraak kunt maken. Maar we laten wel zien dat er iets aan de hand is met de financiering, zodat je daar op kunt acteren. Voor nu heb ik een aantal afspraken gepland. En dat is wat ik voor nu kan. Dus waar we nu nog aan gaan werken, is dat je uiteraard de afspraken überhaupt kunt beëindigen als ze geen einddatum hebben. Wat we ook gaan doen, is dat je de afspraak kunt wijzigen. Dus je kunt hem op die manier wijzigen dat je zegt, hey, vanaf vandaag gaat... Gaat Misha niet meer iedere dag bijvoorbeeld naar De Beeld. Maar dan gaat hij eens in de 2 dagen naar De Beeld. Dus dat soort dingen, daar wordt nog hard aan gewerkt. Dus die zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Maar die komen op niet al te lange termijn wel beschikbaar. En wat we ook gaan doen is dat je een deelnemer afwezig kunt melden voor 1 dag. Dus stel dat Misha iedere maandag naar dagbestedingsgroep De Beeld gaat. Maar maandag 2 november niet. Dan kun je Misha voor alleen deze dag kun je Misha alvast afwezig melden. Dus dan zie je hem ook niet meer straks in de presentielijst, maar dan kun je daar alvast op acteren. Dat kan ik jullie helaas nog niet laten zien. Maar geeft jullie wel vast een iets beter beeld wellicht over wat er nog gaat komen. En als ik dan nu weer 1 niveau omhoog ga, dus ik ga nu weer naar de presentielijst. Hè? Dan open ik de presentielijst. En wat hij dan doet, is dat hij de presentielijst ophaalt voor vandaag, woensdag 4 november. En wat je in de presentielijst ziet, is wie er vandaag komen. Dus je ziet dat Hashim alleen in de ochtend komt, want het is alleen een pintje voor de ochtend. Joris Jaarovergang komt in de ochtend en in de middag. En Misha, die zou komen, maar die heeft geen geldige financiering. Dus om Misha wel te kunnen registreren, zul je eerst een geldige financiering voor hem moeten aanmaken. Anders valt er natuurlijk niks te registreren voor Misha. Dan kunnen we de registratie niet kwijt. We gaan er altijd vanuit dat als je een deelnemer plant, dat ook de daadwerkelijke aanwezigheid is. Dus in principe is planning is realisatie. En mocht er iets aan zijn, dus mocht Hashim bijvoorbeeld ook in de middag komen, of Joris jouw overgang alleen maar in de middag, dan kun je dat straks heel gemakkelijk aanpassen. We gaan altijd uit van iemand is er,
Tenzij, dan kun je het aanpassen. En als ik bijvoorbeeld bij Hashim ga kijken, zie ik hier ook een i'tje. Als ik er overheen hoeveel, dan zie je ook waarom daar een tooltip is. Dus dit is een eenmalige afspraak met een toelichting. Een toelichting is dat Hashim in dit geval graag in de ochtend een keer wil komen meekijken. Op deze manier zie je voor iedere dag, dus kun je voor iedere dag kijken, zie je voor iedere dag welke deelnemers er gepland zijn om naar jouw dagbestedingsgroep te komen. En als op het moment dat er geen deelnemers gepland zijn, geven we een melding. Dus dan geven we aan dat er geen deelnemers gepland zijn op deze datum. En zo kun je ook via deze kalender heel gemakkelijk kijken naar bijvoorbeeld weet ik wel, donderdag of maandag 21 december. Nu gaan we even weer terug naar de dag van vandaag. En bij de dag van vandaag zien we Hashim en Joris en Misha. Hier zie je drie puntjes. Als ik op die drie puntjes klik, dan kan ik voor nu direct navigeren naar de deelnemeragenda. Stel dat je voor Hashim graag de deelnemeragenda wil bekijken en iets wil wijzigen, dan klik je hierop naar de deelnemeragenda en word je direct daar naartoe verwezen. Nu gaan we hier even geen aanpassingen doen. Ga ik terug naar de Wie komt er? Klik ik hier weer linksbovenin op Wie komt er? En kan ik daar weer de presentielijst zien. Mocht er een wijziging zijn, dus stel dat Joris jaarovergang in de middag niet is geweest, klik ik hier op de checkbox in de middag en vinkt hij de middag uit. Dus hier kan ik de middag uitvinken en de ochtend ook als Joris helemaal niet is geweest. En dan kun je hier Joris helemaal niet laten komen, zeg maar. Helemaal aan het einde van de dag, dus stel dat je de dag hebt afgerond en de dag is klaar, kun je je aanwezigheid bevestigen. Dus dan ga je nog een keer door je presentielijst om te kijken of alles klopt. En als alles klopt, dan klik je hier op de knop aanwezigheid bevestigen. Deze kolom rechts aan de rechterkant is nog wel goed om te benoemen. Dat is natuurlijk de vervoerskolom. En bij Joris hebben we aangegeven dat er wel sprake is van vervoer. Bij Hashim hebben we dat niet aangegeven. Dus hebben we aangegeven dat er geen sprake is van vervoer. Op dit moment is die kolom nog niet aanklikbaar, zeg maar. Maar dat gaan we nog wijzigen. Dus we zorgen ervoor dat je, net als bij de ochtend en de middag op de dagdelen, iemand aan en uit kunt zetten, dat je het ook bij het vervoer kunt. Dus stel dat iemand normaal gesproken niet met vervoer zou komen, maar op deze dag om welke reden dan ook wel met vervoer komt, kun je dat ook aanvinken. Dus op die manier kun je ook die registratie helemaal goed zetten, zonder dat je altijd terug hoeft naar de agenda. Dus op het moment dat de agenda is vast, is een vastgegeven, is een basis. Op het moment dat er eenmalige wijzigingen zijn per dag, kun je of alvast wijzigen in de agenda, maar dat hoeft niet. Maar je kunt het ook wijzigen in de presentielijst. Als ik klaar ben met mijn dag, dan klik ik hier op de knop aanwezigheid bevestigen. En dan wordt de presentie opgeslagen. En de presentie wordt nu gewoon naar de administratieve kant gestuurd, zeg maar. Om straks ook de cliëntregistraties te kunnen verwerken en te kunnen declareren. Voor de gehandicaptenzorgsector is het wel veel relevant om te weten dat we daar voor het vervoer een automatische berekening doen van het aantal kilometers. Dus we berekenen automatisch wat de afstand is tussen het verblijfsadres van een deelnemer, in dit geval bijvoorbeeld Joris, en het adres van de dagbesteding. Want je in de gehandicaptenzorg zit met vervoerscategorieën. En onder andere het aantal kilometers van dagbesteding of van verblijfslocatie tot dagbestedingslocatie bepaalt in welke categorie je valt. Dus je hoeft de afstand niet zelf te berekenen. Dat wordt automatisch gedaan op het moment dat de aanwezigheid bevestigd wordt. Dus dat hebben we nu ook gedaan. En voor nu kun je de aanwezigheid nog niet opnieuw wijzigen. Maar dat gaan we straks ook doen. Dus op het moment dat we straks echt verder zijn, kun je ook een wijziging aanbrengen in je presentie als je ergens een foutje hebt gemaakt. Dus stel dat je nu een foutje hebt gemaakt en Joris is toch geweest, dan kun je dat straks ook gewoon netjes weer wijzigen. Als laatste kan ik jullie nog laten zien hoe je weer teruggaat naar het zorgdossier. Dus nu zit ik in de module waarin ik de planning en de registratie van de dagbesteding kan doen. Maar mocht ik weer terug willen naar het zorgdossier, dus naar het zorgdossier van de deelnemers, dan klik ik hier heel makkelijk op het huisje. Als ik op het huisje klik, dan kom ik weer terecht in dit geval wat ik nu net liet zien, het gehandicaptenzorgdossier. Maar afhankelijk natuurlijk van vanuit welk dossier je werkt, in het dossier van de deelnemers. Op die manier kun je heel makkelijk switchen tussen
ofwel de planning, ofwel het zorginhoudelijke stukje per deelnemer. Dat is in principe wat ik voor jullie voor nu kan laten zien aan werkende functionaliteit. Zoals ik heb gezegd, gaan we nog natuurlijk een aantal doorontwikkelingen maken op het gebied van het wijzigen van afspraken, op het gebied van het aanwezig melden van deelnemers, op het gebied van het wijzigen van presentie. En zo nog heel veel meer dingen, maar dat is eventjes in de basis wat we nog moeten doen. En wat we tegelijkertijd ook doen is kijken wat er voor nodig is om huidige klanten of nieuwe klanten de nieuwe module in gebruik te kunnen laten nemen. Dus hopelijk gaat het zo snel mogelijk volgen, maar dan moeten we nog eventjes het onderzoeken nog met elkaar. Op het moment dat daar meer over bekend is, dan zullen jullie dat horen. Dat is het voor nu. Mocht ik iets behandeld hebben, of iets vooral niet behandeld hebben, bedoel ik eigenlijk, waarover jullie wel een vraag hebben, dan mogen jullie hem nu nog even kwijt in de Q&A-functie. Maar dan kunnen we nu nog eventjes gebruiken om jullie vragen te beantwoorden, als die er zijn. Volgens mij zie ik er wel een aantal. Dus ik ga even stoppen met delen. Op gemak. Dan zien jullie mij weer een groot beeld. Stoppen met delen. En ik ga even kijken in de Q&A-functie of er vragen zijn die we samen kunnen behandelen. Even kijken, er zijn een aantal vragen gesteld, zie ik. Een paar gaan over het geluid. Ik hoop dat het inmiddels goed gegaan is. Dat gok ik, anders hadden we het denk ik nog wel vaker gehoord. Even kijken, krijg je deze melding ook als de indicatie of het arrangement overstijgt? Ik weet niet zo goed wat je bedoelt met deze melding, maar ik kan wel. Ja, dacht ik al. Ja, ik kan er wel op reageren. Want we tonen jullie op dit moment geen meldingen op het moment dat je meer plant dan eigenlijk geïndiceerd is voor een deelnemer. En dat komt omdat natuurlijk soms worden als er een indicatie op basis van een dagdelen gaan, dan krijg je bijvoorbeeld een indicatie op basis van 5 dagdelen. En dan verschilt het. Hè? Dus stel dat je een deelnemer plant die eens in de 2 weken naar de dagbesteding gaat, of eens in de 3 weken, dan is het heel moeilijk om per week te kijken of de indicatie, de geplande dagdelen, of de geplande afspraken, het arrangement ook overstijgen. Of stel dat er een stuk wordt geïndiceerd, of je hebt een ZZP waarin je gewoon een bak met een pot met geld hebt, die je gewoon kunt inzetten in overleg met de organisatie natuurlijk. Dan weten we nooit heel goed hoeveel er is beschikbaar is gesteld voor dagbesteding. Dus we gaan wel kijken of we iets kunnen met een soort van indicatie versus een match tussen indicatie en geplande afspraken. We moeten even kijken op welke manier we dat doen. Omdat we niet altijd heel goed weten hoeveel er geïndiceerd is. Dus ik hoop dat je jouw vraag beantwoordt. Anders laat het gerust horen. Even kijken, is het ook mogelijk om iemand die komt meekijken niet in de financiering mee te laten nemen? Dus eigenlijk geen arrangement, maar alleen in de agenda. Dat is een goede vraag. Nee, dat kan wel. Maar dan heeft iemand geen arrangement. Dus dan kun je, iemand niet registreren. Dus dan is even de vraag wat je graag wilt. Dus je kunt iemand altijd plannen ongeacht of er een geldige indicatie is, ja of nee. Als iemand een teamkoppeling heeft met een team, kun je iemand plannen. Maar je kunt diegene niet registreren. Dus als iemand meekijkt, maar iemand heeft geen geldig arrangement voor dagbesteding, dan kun je natuurlijk geen registratie wegschrijven. Dus dan zul je even moeten kijken hoe je dat gaat opvangen. Maar iemand plannen kan altijd. Hoe werkt het als het vervoer door een taxibedrijf gedaan wordt? Kan daar ook een koppeling zijn met vervoersbedrijf? Nee, we maken geen koppeling met een vervoersbedrijf. Dus het enige waarvoor wij in principe zeggen, aangeven of er wel of geen sprake van vervoer is, is om een juiste declaratie te kunnen afhandelen. Dus om een juiste declaratie te kunnen doen, moeten we weten of een cliënt met vervoer gaat, ja of nee. Maar de module die we hebben ontwikkeld, dus de module die ik jullie net heb laten zien, is echt puur bedoeld voor jullie als begeleiders om de dagbesteding voor deelnemers goed te kunnen plannen. En het is niet bedoeld om ook de juiste, om ook voor bijvoorbeeld vervoersbedrijven de juiste een route te kunnen verkrijgen, zeg maar. Dus op dit moment geef je aan of iemand inclusief of exclusief vervoer gaat, zodat je er zelf inzicht in hebt, maar ook zodat we een juiste declaratie kunnen waarborgen. Maar niet voor de planning van een vervoersbedrijf bijvoorbeeld.
Even kijken. Hoe ziet het software er hieruit vergeleken met nu de bijeenkomsten? Oh, dat is wel een hele inhoudelijke vraag die ik hier niet direct kan beantwoorden. Als je nu werkt met een stukje bijeenkomsten, staat dat natuurlijk helemaal los van het zorgdossier. Dus moet je echt naar de administratieve applicatie om überhaupt een dagbesteding afspraak te maken of om de presentie te kunnen vastleggen. En dat is wat niet wenselijk is. Dus het is natuurlijk wenselijk dat je als begeleider gewoon zelf je planning kunt doen. En dan is het afhankelijk van de keuze van de organisatie of van het team. Maar dat kan ik niet voor iedere organisatie spreken. Welk zorgdossier je kiest. Dus stel dat je nu al als je nu werkt met bijeenkomsten en je maakt ook gebruik van een zorgdossier, kan het bijvoorbeeld het wijkzorgdossier zijn of het woonzorgdossier. En straks is die nieuwe module toegankelijk vanuit beide dossiers. Dus in principe maakt het nog steeds niet uit met welk dossier je werkt. Daar zit geen wijziging in. De wijziging heeft echt puur betrekking op het kunnen plannen van de dagbesteding en het registreren daarvan. Dus ik weet niet of ik je vraag dan een beetje beantwoord. Anders vraag gerust eventjes door. Even kijken dan. Op welke manier kun je navigeren vanuit in ons geval wijkdossier naar onze module? Voorheen was het via de administratieve kant. Ja, dat klopt. Voorheen inderdaad moest je altijd aan puur administratie om naar de planning te kunnen kijken. Straks in het huidige wijkzorgdossier, als je daar zeg maar inlogt, dus je logt in het huidige wijkzorgdossier, zit er straks in de zwarte balk voor de time being een link naar wie komt er. Dus dan hoeven deelnemers niet meer in puur administratie in te loggen, maar dan kunnen ze direct inloggen op hun wijkzorgdossier of een woonzorgdossier, mocht je die gebruiken. En kun je vanuit daar direct doorklikken naar wie komt er. Voor het woonzorgdossier zal dat op dezelfde manier gaan als ik jullie net liet zien voor het gehandicapten zorgdossier. En voor het wijkzorgdossier is het voor nu nog een linkje die we beschikbaar stellen in de zwarte balk bovenaan het wijkzorgdossier. Dus als je nu ook naar rooster en planning gaat, mocht je dat kennen. Even kijken, dan zie ik nog één vraag. Verandert de administratieve achterkant vergeleken met zoals het nu is in administratie? Dan bedoel je denk ik de back-office aan zich, dus wat er gebeurt nadat je een registratie hebt gedaan. Nee, die verandert niet. Dus die blijft zoals die is. Dus de afhandeling van de registraties die gedaan zijn, blijft op dezelfde manier gaan. De enige verandering is dat we op een andere manier gaan plannen en op een andere manier gaan registreren dan we nu doen. Maar de achterkant, dus hoe de registratie vervolgens verwerkt wordt, blijft hetzelfde. Ja, moet ik goed zeggen, ja, dat blijft hetzelfde. Als het de einddatum van het arrangement overstijgt, kun je ook nog steeds voorlopige arrangementen aanmaken. Wij mogen 14 dagen begeleidinggroep leveren zonder WMO-besluit. Ja, ik ben wel benieuwd hoe je dat dan nu doet met betrekking tot registratie. Want volgens mij kun je dan nu de deelnemers ook niet registreren als er geen actief arrangement is. Maar je kunt altijd voorlopige arrangementen aanblijven maken. Maar ik denk dat het goed is op het moment dat jullie hier gebruik van kunnen maken om dit vraagstuk even goed met elkaar te bespreken. En een goede werkwijze samen te stellen waarop jullie dit kunnen doen. Normaal gesproken kun je in principe een voorlopig arrangement aanmaken. En zodra de indicatie er is, kun je de huidige registraties die dus op het voorlopige arrangement staan, overhevelen naar het nieuwe en dus het juiste arrangement. Maar je kunt inderdaad blijven plannen en blijven registreren als er maar een geldig arrangement is. Als die er niet is, dan kun je niet registreren, maar wel plannen. Dus wij waar in de huidige module heel gekeken wordt naar iedere afzonderlijke arrangement, maakt het nu niet uit. Dus we kijken nu naar een deelnemer en je plant voor een deelnemer. En pas bij het registreren van de aanwezigheid, dan gaan we kijken naar het arrangement. Dus je plant niet op een arrangement, je plant alleen voor een deelnemer. Blijft het wel het dossier van de wijk? Ja, daar verandert niks aan. Dus op het moment dat jullie nu het dossier van de wijk gebruiken en dat is zoals gewenst, dan blijft het dossier van de wijk, dat is natuurlijk ook het dossier van dagbesteding, maar dan blijft het hetzelfde dossier volgens nog. Ja, dus die werkwijze blijft hetzelfde. De werkwijze is alleen verschillend met betrekking tot het plannen en het registreren van de dagbesteding. Even kijken, volgens mij is dat de laatste vraag voor nu. Nog een vraag? Ja, dat was een beetje. Oh, sorry. Dan zit ik helemaal verkeerd te kijken. Ik heb ineens een andere. Even kijken, hoe kan je toch registreren op de cliënt zonder arrangement?
Nou, je kunt niet registreren op een cliënt zonder een arrangement. Zoals ik, wat ik net zei, dus je kunt wel een cliënt plannen als er geen arrangement is, maar dan krijg je altijd die signalering dat er geen geldige financiering is. Dus je kunt nooit registreren op een cliënt die geen geldig arrangement heeft, want dan kunnen we natuurlijk die registratie niet kwijt. Kun je die registratie ook niet gaan verwerken. Wat je dan doet is eerst zorgen dat er een geldig arrangement is. En dan kun je die registratie wegschrijven. En straks zou dat ook later kunnen. Dus op het moment dat je straks ook de presentie kunt wijzigen, zou je eerst kunnen zeggen van, goh, hey, ik ga de presentie opslaan. Dan wordt niet de presentie opgeslagen van een deelnemer die geen geldig arrangement heeft. Want die kunnen we simpelweg niet opslaan. Maar mocht je dan bij wijze van over 2 dagen de financiering wel rondkrijgen, dan kun je alsnog opnieuw die presentielijst opslaan. En wordt die deelnemer ook netjes geregistreerd. Er zijn verschillende werkwijzen wat je kunt doen op het moment dat er nog geen geldige indicatie vanuit de gemeente is. Dus je kunt ofwel een voorlopig arrangement aanmaken en later de registraties overhevelen en op die manier toch registreren. Of je zegt, ik ga nu nog niet registreren, maar ik ga later opnieuw die registratie doen. Er zijn wat verschillende manieren om er wel voor te zorgen dat je in ieder geval de juiste planning kunt maken en weet wie de... op welke dag naar welke dagbestedingsgroep toekomen. Volgens mij waren dat dan wel de vragen. Dan hoop ik dat ik jullie een beetje een inkijkje heb kunnen geven in de toekomstige manier van het plannen en registreren met dagbesteding. Ik hoop zelf dat jullie daar snel mee kunnen werken. En op die manier ook nog meer natuurlijk gebruikerservaringen die kunnen ophalen en de functionaliteit alleen maar verder kunnen verrijken. Daar doen we op dit moment ons best voor. Dus we doen op dit moment ons best om zoveel mogelijk extra functionaliteiten toe te voegen, zodat jullie er snel mogelijk mee kunnen werken. Dus dat blijven we doen. Ik wil jullie graag bedanken voor de aandacht voor nu. Mocht je nog interesse hebben in andere onderdelen van onze software, dan wil ik jullie graag verwijzen naar de website www.ecare.nl. En mochten jullie tips hebben, opmerkingen of aanvullende vragen of wat ik jullie nu net heb laten zien, dan mogen jullie mij altijd een mailtje sturen. En dan kunnen jullie een mailtje sturen naar michelle.doeschot, doeschot met 1 S, @ecare.nl. Dus stel je vragen gerust, geef opmerkingen, die kunnen wij alleen maar gebruiken om de functionaliteit verder te verrijken. Maar dan ga ik voor nu de webinar afsluiten. Dan wens ik jullie nog een fijne dag. En dank voor jullie aandacht. Tot de volgende keer. Doeg!